Intussen, aankomen schuiven in onze studio hier in de Molenstraat maar eens. Rob Schepers uit Sterksel. Entertainer, geboren op 30 juni 1974 in Sterksel. Nederlands stondprater, stand-up comedian, entertainer en columnist. Rob was als stondprater onder meer actief op het Keienbeiderskletstoernooi in Helmond. Daar won hij in 2005, 2006, 2009 en 2014 de Zilveren Narrenkap. In de media begon hij zijn entertainmentactiviteiten bij de collega's van Omroep Brabant, waar hij regelmatig te horen en te zien was, en met zijn wekelijkse radiocolumn op Radio 8FM bij oud-collega Ronnie van Brabant. Sinds 2015 maakt hij als cabaretier deel uit van Padoem Pats, de one-liner-show van BNN op tv. En had hij in 2016 op Radio Veronica zijn vaste one-liner-rubriek. Daarnaast was hij een aantal keer te gast bij De Wereld Draait Door. En Rob is actief als schrijver, schreef hij 5 boeken. Gebundel in 2010, gebundelder in 2011, gebundelderst in 2012. Verhergebundeld in 2013 en afgescheept in 2014. Komt een vrouw bij Rob Schepers in 2017. En knielen op het bed van Rob Schepers in 2019. En Winneke trouwens in 2022. We zijn er bijna op. Sinds 2014 heeft hij 5 oudejaarsconferences gemaakt die hij traditioneel afsluit met een week in een parktheater in Eindhoven. In de zomer van 2019 was Rob deelnemer in het spelprogramma De Slimste Mens, waar hij in de finale week zat. Hij wist de laatste aflevering voor de finale week te winnen, waardoor hij automatisch mee ging naar de volgende aflevering en doorstroomde. Rob viel echter gedurende de finale week af, helaas. En in het Eindhovens Dagblad heeft hij sinds 2019 slot een vaste column op zaterdag. Jongen, wat doe je toch veel, zeg. In 2022 had Schepers in het voetbal- en praatprogramma Veronica Offside als afsluiting van het programma een samenvatting one-liner rubriek. Sinds 2019 neemt Rob op geheel eigen wijze de week door in de one-liners op Radio Veronica. Met zijn huidige theatervoorstelling, Bekant, toert hij nog tot en met juni langs uitverkochte theaters in heel Brabant. Mooi, ja, nou, heel Nederland, hè? Oh, sorry, maar het is voornamelijk Brabant. Heel Nederland. Ja. Rob, welkom in de studio. Leuk je er bent. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. Druk, man. Het zijn de laatste loodjes voor carnaval. Er loopt heel veel momenteel. Ja. Ja. Dus, maar hier maak ik graag tijd voor vrij. Zaterdagmiddag is over het algemeen een rustpuntje in mijn week. Voetballen achter de rug. Soms morgen om 9:15 al op het voetbalveld. Och, jee toch. Ja. Wel met 9-8 gewonnen van Heze, Jeroen. Hey, mag het even gezegd worden, dames? Ja, dat hebben snoep gehad, de kinderen van mij. Dat dan weer wel. De derbies die je wil winnen, ja? Ja, ja. Dat dan weer wel. Ik las laatst ergens een zin, vond ik wel grap. Rob Schepers behoort voortaan bij de volwassen cabaretiers. Ja. Dat heb je ook gelezen. Wat vond je ervan toen je dat was? Nou ja, als je dat op 48-jarige leeftijd pas te horen krijgt, dan heb je 47 jaar lang iets niet goed gedaan. Ik vond hem zo grappig. Ja. Nou, nee, ik snap wel wat ze bedoelde. Ik ben natuurlijk als stondprater theater ingegaan. En dan wordt het toch een veredelde tonpraatvoorstelling van 1,5 uur. Ja, dat krijg je en, dan. Hè? Ja, en de laatste voorstelling die is veel inhoudelijk. Heb ik met een andere regisseur gewerkt. En theatraal is het wat groter opgezet. En qua boodschap. En qua... Dus ik snap wel wat ze bedoelen. Dat het een volwaardigere voorstelling geworden is. Zo wordt het dan ervaren, ja. door de criticasters. Door de criticasters onder ons. Ja, die moeten er ook zijn, Rob. Graag. Ja, 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 ja. Je doet enorm veel. Je bent altijd druk bezig. Wat zijn nou eigenlijk jouw grote voorbeelden voor jou zelf geweest, Rob? Nou ja, ik heb nooit de ambitie gehad om hier mijn werk van te maken, natuurlijk. Ik zat in de reclame eigenlijk. Maar ik heb ben wel van jongs af aan altijd bezig geweest met cabaret en met humor. Dus ik luisterde vroeger heel veel André van Duin. In de tijd dat je nog cd's moest kopen en platen moest kopen om iets te luisteren. En Urbanus was mijn held. En daarna ben ik Theo Maassen gaan volgen. En Ronald Goedemond. En ja, ik luister eigenlijk... Maar Fawlty Towers bijvoorbeeld heb ik ook gewoon misschien wel 20 keer de hele serie gekeken. Ja. Het komt weer terug, hè? Ja, ik vraag... Ja, eng. Ja, ik, nee, voor mij... Ik heb John Cleese gezien in het Frits Philips. Beetje sneu, hè? Ja, en toen gaf je al aan. Toen opende hij de show met: ik ga nu de reden laten zien waarom ik weer in het theater sta. Toen liet hij 5 foto's van zijn pinnende ex-vrouw zien. Ja. Waarop hij duidelijk aangaf: ik heb gewoon het geld nodig. Ja. Dus ik heb toch een vermoeden dat het hier ook een beetje achter schuil gaat. Dat hij geld nodig heeft. Ja, want ik kan me niet voorstellen dat hier nog creatief gezien nog iets uit te halen valt uit Fawlty Towers. Trouwens, wel grappig, want je noemt precies de namen die ik ook echt volg. Ronald Goedemond, Mont is er één van. Ja. En Theo Maas natuurlijk. Heb je wel een keer ontmoet, Theo? Ik heb hem deze week gebeld. Dat is raar. Ja? Ik moest hem bellen voor... wij zijn iets voor Thijs Slegers aan het organiseren.
En we hadden een aantal gasten, had Thijs zelf opgegeven. Dus die, en dat stond Theo Maas ook. Dus de mensen van PSV zeiden, bel jij Theo maar. Maar die denken, dat is zo'n kluwe, die kennen elkaar. Maar ik had hem wel ooit ontmoet. Ja. Toen kreeg ik het nummer, en toen moest ik Theo Maas bellen. Dat vond ik echt, spannend, hè? Ja, hoor, spannend, ja. Het is toch altijd een groot voorbeeld voor je geweest. Ja, maar ik zat daar natuurlijk. Ik heb daar zo vaak in de zaal gezeten toen ik gewoon in de reclame actief was. En niks meer deed dan twee keer in het jaar bij CV de Ossendrijvers het podium als Tom praten. En verder deed ik niks. Ik heb nooit de illusie gehad dat ik hem zou ontmoeten of wat. Dus dat vond ik wel heftig, hoor. Hij woont in Eindhoven, en regelmatig tegengekomen in de buurt waar ik woon. Tegenkomen is iets anders, hè? Dat is echt wel iets anders. Je staat er niet op hetzelfde niveau als ik. Nee, totaal iets anders. Ik kan hem bellen. Hoe ging dat gesprek dan, trouwens? Nou, dat vond ik nog het meest bijzondere. Theo. Ik zeg, Rob Schepers. Rob! Dat vond ik graag. Leuk, man. Dat hij dus ook wist wie ik was. Dat is een compliment. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Nee, maar ik heb in principe kijk ik op tegen iedereen die op het podium zijn plek weet te waar te maken. Ja. En of dat nou met humor is die ik wel of niet leuk vind. Op het moment dat je dus iets doet waar het publiek op afkomt en het publiek een leuke avond aan beleeft, dan doe je iets goed. En dan kunnen de mensen je nog zo wegschrijven dat je humor te simpel is of niet, niet geëngageerd genoeg. Joh, als daar de zaal stuk gaat. Weet je, ik heb ook bij Jochem Meijer, bij Bert Visser, bij Tineke Schouten. Weet je, het is op het moment dat de mensen dat een fantastische avond aan beleven. Wie ben jij dan met je mop? Nee, maar als criticus om het te zeggen. Ja, ik vind het lage humor en het zijn mopjes. En het, laatst op, die mensen hebben een keileuke avond gehad. Dus ik vind iedereen die iets op het podium doet en daar publiek mee boeit, daar kijk ik tegenop. Ja. Wat is het dan toch voor op het podium staan? Wat vind je daarvan? Ja, het is voor mij heel natuurlijk. Op de een of andere manier. Ik maak me ook niet uit wie ik voor me heb. Nee. Of dat het nou een groep senioren is, of een jeugdsoos, of een voetbalvereniging. Het maakt me echt niet uit. Nee. Het doet me helemaal niks. Nee. Wat is voor jou nou eigenlijk de essentie van een goede grap? Sla je de plank wel eens mis, bijvoorbeeld? Ja, die ja, die sla ik wel eens mis. Oké, okay, ja. Die slaan we snel door naar de volgende vraag dan. Nee hoor, nee. Nee, alsjeblieft niet. Nee hoor, ik vind het mooie is namelijk een goede grap. Je hebt nooit een garantie. En dat geldt voor. Kijk, in de krant is het anders. In de krant kun je nadenken. Nou, maar daar is ook niet. Daar hoeft de grap. Op het moment dat daar mensen de grap niet snappen, of dat die niet leuk genoeg is, dan is het niet dat afslaat op de rest van je stukje. Daar zit vaak een boodschap achter. Op het moment dat ik een grap maak, als zijnde, ik maak nu een grap, en dan lacht vervolgens niemand. Dan wordt het pijnlijk. Ja. En dat is bij Tom praten is dat nu wel het allerergste, wellicht. Omdat daar verder geen enkele essentie achter het verhaal zit, als alleen maar grappen maken. Dus als daar de grap wegvalt, dan blijft er niks over. En die fouten maak ik ook. Op het moment dat je een nieuwe buurt gaat maken, dan zit er geheid 20, 30 grappen in die er uiteindelijk nooit in gaan komen, omdat ze niet gesnapt worden, of ze gewoon niet grappig genoeg zijn. Theatervoorstelling is al iets minder riskant. Maar uiteindelijk filter je dat eruit. Maar je slaat altijd. Mijn humor is niet altijd de humor van iedereen die daar binnen zit. Er zitten altijd misperen tussen. Ja, dat is niet erg. Nou, kennen we veel luisteraars. Vooral van de one-liners bij Veronica. Dat heb je wel eens. Hè. Soms dan doe je iets en dan valt dat heel erg op. En die zijn in mijn ogen meestal vrij plat, grof, afzijkerig. Zo. Mm-hmm. Leedvermaak. Is dat jouw stijl voor humor? Ja, man, heerlijk. Nou, Jan, heb je je antwoord. Nee. Maar als je focust op één medium, dan klopt dat, ja. Maar als je de krant ernaast zet en je zet Tom Praat ernaast en theater ernaast, dan heb je al in de gaten dat ik eigenlijk kijk naar wat de doelgroep leuk vindt. Ik vind dat heel grappig om grappen op het nieuws net richting het randje te duwen. Omdat dat, naar mijn mening, te weinig gebeurt. En humor hebben we echt nodig om zaken te relativeren. Dat, ja. En om grensjes op te zoeken, om dingen behapbaar te maken voor mensen. En als we alles wegzetten als het is, dit kan niet, dit mag niet gezegd worden, hier mag je geen grappen over maken. Net als met de boek van Pim bijvoorbeeld nu. Daar heb ik best wel behoorlijke harde grappen over gemaakt. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld dat hij zich terugtrekt omdat hij dat niet kan zeggen, omdat de mensen vinden dat er iets niet klopt in zijn verleden. Terwijl hij gewoon een fictieboek eigenlijk geschreven heeft. Dat je echt beoordeeld wordt, zeg maar. Maar het is dus juist, dat moet toch geschreven kunnen worden? Je moet toch die grap kunnen maken? Je moet mensen toch over het randje duwen soms om eens na te denken? Of is dat niet zo?
Ja, want als iedereen alleen maar denkt in datgene wat hem voorgekookt wordt, wat precies in zijn straatje is, ja, dan kom je uiteindelijk als samenleving kom je geen stap verder meer. Nee. En er zal altijd. En je kunt het er niet mee eens zijn. Hè? Je kunt mijn one-liner rubriek luisteren en denken, ja, ik vind het platte successies. Ja, klopt, dat is het ook. Maar ik vind het heerlijk om die grappen af en toe te kunnen maken. Omdat het gebeurt nergens meer. Nee. En als mensen het niet leuk vinden, dan luisteren ze het niet meer. Nee, precies. Ik verplicht niemand. Zo makkelijk is het, hè? Ja. Ja, en het heeft ook te maken met het feit waar je bewust iemand. Jouw doel is om iemand te kwetsen. Dat is het nooit. Dat is vaak wat mensen dan denken, maar dat is niet zo. Natuurlijk is dat niet. Maar ik weet ook dat ik een risico neem als ik een grap maak over een bepaald onderwerp. Dat daar commentaar op komt. Maar dat risico neem ik ook. Daar accepteer ik dan ook. Daar ga je dan ook voor. Nee, maar ik weet dat er mensen over zullen vallen. Maar tegenwoordig vallen ze overal over. Dus je kunt het nog zo veilig houden. Maakt niet uit. Word jij niet warm of koud van? Nou ja, wel als ik ooit berichtjes krijg van mensen die echt persoonlijk geraakt zijn. Maar dat gebeurt echt bijna echt zelden. Het zijn ooit berichten die ik kreeg en denk, Jezus, waar maak je het druk om, joh? Ja. Nee, hier anderhalve pagina aan besteed om te zeggen. Ik heb het idee dat de grappen van tegenwoordig wel wat grover, wat ruwer, wat harder zijn dan vroeger. Net als de maatschappij eigenlijk. De finesse van woordkunst van bijvoorbeeld een Toon Hermans, die zie je steeds minder. Ben ik het niet mee eens. Niet? Nee. Nee, want die zijn er nog steeds. Als je naar iemand als Herman Finkers gaat, of naar Ronald Snijders, of naar Pieter Jouker, dat zijn ook gewoon prachtige woordkunstenaars. Je moet ze zoeken. De hele theaterwereld is veranderd. Vroeger had je 3 cabaretiers, okay, en er hield het verder mee op. En dan ging je 1 keer in de 4 jaar mocht je een keer naar theater. Dat was niks op televisie. Ja. En nu, ik kan een hartstikke leuk een abrikoos gaan staan op te eten op het theaterpodium. Maar dan denken ze na 2 minuten, ja, maar wat zitten we gloeien toe naar te kijken, joh. Ja. Het is veranderd. Net zoals de muziek ook veranderd is. In de afgelopen kunnen we blijven terugkijken van, zoals met Toon was het nooit meer. Ja, die had het was fantastisch. Want Toon Hermans is ook iemand die ik vroeger heel veel geluisterd heb. Het is nog niet eens benaderbaar. In die tijdsgeest was dat natuurlijk. Nu nog steeds. Ik vind het nog steeds fantastisch. En de timing. En de opbouw en de rust die hij heeft is ongeëvenaard. Ja. Maar ja, inmiddels zit je in een slagveld wat het theater heet. En daar zul je je plekje moeten vinden. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik geloof dat er nog steeds genoeg cabaretiers zijn die op diezelfde leest zijn dingen doen. Alleen, ja, de maatschappij is verhard. Dus de hardere cabaretiers hebben ook een groter podium momenteel. Ja. Eigenlijk is er van alles een aanbod. Je moet zoeken als je een bepaalde stijl houdt. Vroeger kreeg je gewoon een paar voorgeschoteld. Daar moet je ze mee doen. En tegenwoordig kun je eigenlijk alles vinden en luisteren wat je wil. Dat is wel mooi van deze tijd natuurlijk. Dan ben je een tijd geleden begonnen als ambassadeur van de stichting Ik Begin. Doe je daar nog veel voor? Ja, dat is een stichting. Die jongen die had ik meegenomen. Die wilde een keer een dagje meerijden met mij. En die zat in een sociaal isolement. Die heeft daar heel veel aan gehad schijnbaar aan die avond. Daarna is hij dat verder gaan doordenken. Van, waarom is dat gesprek met Rob toen zo inspirerend geweest? En die is tot de conclusie gekomen dat je gewoon moet beginnen. En daarom heet het zich ook, ik begin niet thuis jezelf over de rug gaan aaien dat je zo zielig bent. Maar gewoon stappen maken. Schop onder de kont, peper in de reet en iets gaan doen. Kan. En dat is de filosofie van die stichting. Dus hij kwam daarna bij mij uit. Ja, zou ik maar af en toe nog willen helpen met promotionele dingen. Dus heeft hij me ambassadeur, heeft hij me gemaakt. En dat vind ik hartstikke leuk. Want hij komt dus echt uit een sociaal behoorlijk diep dal. En het stimuleert nu mensen, maar echt door ze echt op een plek te zetten. Van luister, het is super erg wat je meegemaakt hebt, maar het is nu klaar. En jij gaat hier, je mag hier 2-3 dagen in de week bij die stichting, mag je weer de hobby's gaan ontwikkelen, in een soort ritme komen. En van daaruit groeien die mensen weer terug de arbeidsmarkt op. Ja. En ik vind dat een veel fijnere aanpak dan dat je iemand mag tot in den treuren blijft zalven en aaien. Ja. Dus ik ben daar met liefde. En we zijn nu bijvoorbeeld een avond aan het opzetten in een theater in Schouwburg. Met allemaal comedians met een psychiatrische achtergrond. Die een mooi verhaal vertellen hebben. En daar gaan we dus een avond omheen maken. Dus dat soort dingen doe ik nog. Ja. Zo mooi trouwens dat je met je bekendheid voor zo iemand een enorm voorbeeld bent. En dat jij hem aandacht geeft, sterkt hem weer om te doen wat moet gaan gebeuren. Dat enthousiasmeer je dan natuurlijk enorm bij zo iemand. Ja, maar dat heb ik met mijn columns ook. Ik schrijf daar van me af wat mij dan zelf dwars zit. En ik kreeg vanmorgen weer een mailtje van iemand. Ik denk, het ging nu vandaag over
dat mensen zo makkelijk de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven bij een ander neerleggen. Ja. Dan altijd maar vanuit gaan dat de gemeente het voor je regelt. Oh, ja. Dat de school of de voetbalclub, het alles maar voor je geregeld wordt. Ja. En al heb ik er maar eentje die het lezen en denkt, ja, weet je, ik kan het, dan heeft het stukje in de kant die wel effect gehad. Ja. Dus ja, het hoort ook een beetje bij de. Op het moment dat je een bereik hebt, moet je het ook ten goede inzetten. En gebruiken. En ja. Dat zie je bijvoorbeeld nu bij Thijs Slegers wat er gebeurt. Het is natuurlijk, dat is bizar wat die jongen vanuit nood geboren nu aan het ontwikkelen is. Ja. Ja. Dus, en dan wel voor elkaar krijgt. Ik vind het ongelooflijk knap. Ja, maar hij krijgt het voor elkaar omdat hij zijn hele leven geïnvesteerd heeft. Ja. In positiviteit en in andere mensen inspireren. En dat krijgt hij nu keihard terug in positieve zin. Ja. En dat vind ik mooi om te zien. Ja. Ik had er straks bij het begin van het interview moeten zeggen, ik heb hier vragen van luisteraars, maar we waren zo in gesprek dat we die vragen nu al gehad hebben. Dus de spannende dingen zijn er al af. Je hebt alles gewoon beantwoord die we van de luisteraars gevraagd kregen. Voor het meevallen of tegenvallen? Ja, je wil gewoon een 1 uur, hè? Je moet eruit, hè? Nee, helemaal. Daar kijk ik totaal maar vond ik, neem ik had de vragen al gehoord en of gekregen gisteren. Of, wil je hier antwoord op geven? Prima, want ik weet. Ook kritische vragen. Ik pareer ze altijd wel met zoals ik erover denk. En als mensen ergens moeite mee hebben of een stukje niet waarderen, dat kan. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Dat weet je, als je publiek. Je wordt een soort publiekelijk figuur. En je doet het eigenlijk nooit goed. Nooit. Nee. Als je hier in de winkel staat, ik loop wel eens hier door de supermarkt, hier in Marees of in Leende, en dan heb je toch het reden dat er van alle hoeken, dat er zo omgekeerd. Als je er straal voorbij loopt, dan ben je arrogant. En als je hallo zegt vanuit het niks, dan, nee, dat is ook niet goed wat dan zeggen. Hij moet iets van me? Ja. Die meent ook dat hij... Dat het is. Ja. Dus ja. Het is zo makkelijk om te oordelen over iemand. En dan hoor ik vaak van, ja, dan denk ik dat ik dan zo moeilijk benaderbaar ben. Niet moeilijk benaderen. Nee, ik ben helemaal niet moeilijk benaderbaar. Nee. Alleen ik ben 2 meter, niet al te slank. En, ik heb ook geen wellicht van mezelf heel open gezicht. Ja. En dan mensen denken dat je moeilijk benaderbaar en die houden dan afstand. En dan zeggen ze, moeilijke arrogante vent. Mensen hebben het gevoel dat ze iets van je moeten vinden op de een of andere manier. Hè? Ja, maar natuurlijk, maar dat weet je ook. Dat is in jouw geval hetzelfde. Absoluut zo. Het is ook vaak dat je moet nadenken over wat je wel niet zegt. Ik ben daar wat meer mee bezig. Omdat wij natuurlijk als radiopresentator sta je altijd tussen verschillende meningen in. Dus altijd even dat je niet iemand moet schofferen. Je bent altijd van de hoor en wederhoor als je over kwesties gaat praten. Jij bent wat op toch meer van de grap. Je kiest dan ook wel toch wel een bepaalde manier. Je eigen stijl heb je ontwikkeld. Ik kan me voorstellen dat mensen het ook wel strekken om je aan te spreken. Om een van die grappen bijvoorbeeld. Of dat ze vragen, meen je dat nou echt? Of ja, of dat ze tegen mijn vrouw zeggen van, het is toch niet normaal wat hij over jou zegt? Dat gaat toch, zeg eens wat van. Dat denk je toch. Ja, het zijn grapjes, hè? Ik noem maar ook mijn vrouw, maar we zijn niet eens getrouwd. Dus daar kom ik dan ook weer. Daar kan je niks mee eigenlijk. Nee, nou, mag ik een mooi voorbeeld geven? Of natuurlijk, echt, graag. Nee, of tijd genoeg. Ik heb mijn laatste voorstelling, die gaat dus bijvoorbeeld heel erg over dat ik voor mezelf een muur heb afgebroken omheen. Dat ik tot de conclusie ben gekomen dat altijd alles maar met een grapje afdoen, dat het ook een hele makkelijke manier is om niemand toe te laten. Oh. En dat verhaal zit er onder andere in. Omdat dat een ontwikkeling is van de afgelopen jaren bij mij. En de verhaal gaat over, ik ben met een vriend naar Berlijn geweest en dol drieste avonturen beleefd. Ja. Nee, dat niet, maar ik vertel daar van alles over hoe dat proces gegaan is. En ik moest die voorstelling spelen voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven. Okay. Dus de gemeente Eindhoven had daar zelf een aantal plekken. En die hadden mensen in Eindhoven uitgenodigd. Daar kon je inschrijven. Dat schijnt al hilarisch te zijn. Waar je dan terugkijkt. Ze konden inschrijven. Waarom zou je naar die nieuwjaarsreceptie willen komen? En dan konden ze uiteindelijk, ik denk, 800 mensen plaatsen. En dan krijg je moeders die met hun 2-jarige dochter willen komen. Ja. En mensen die schreven, ja, ik graag. En dan alvast een lijst met voedselallergieën meesturen. Waar ze bij de hapjes rekening mee kunnen houden. Ja, ja. Ze jatten alles mee naar huis, die mensen. Dus alle hapjes, de thermosflessen, wordt de champagne ingegooid. Het alles is echt, het is een slagveld, schijnbaar. Dus dat is een hele diverse doorsnee van de bevolking zit dan in de zaal. Van oud tot jong en van wit tot zwart en alles ertussenin. En dat vind ik leuk. Want dan krijg je dus in één keer een totaal ander publiek dan het publiek wat een kaartje voor je koopt. En daar hadden ze mij dus voor ingegeven. We hebben een nieuwjaarsreceptie, die is in het Parktheater. En dat is eerst een handje van de burgemeester krijgen ze dan. Dan krijgen ze een hapje. En daarna jouw voorstelling. En dan is nog een nabol en dan mogen ze naar huis.
Prima, maar ik had niet helemaal in de gaten wat nou precies het concept was. Dat hoorde ik die avond zelf. Ja, de mensen zitten hier voor niks. En die kregen het aangeboden. Ik dacht, ik dacht dat het eigenlijk voor 800 mensen van de gemeente was. Maar dat was dus niet. Dat was niet zo, nee. Dus ik speel mijn voorstelling. Ik was gewoon ingehuurd om mijn voorstelling te spelen. Zonder in te spelen. Interactie specifiek. met de ja, dat mocht wel, maar niet, ik heb de voorstelling niet aangepast op het publiek. Ik werd gewoon, dit is jouw voorstelling. We hebben je voorstelling ingehuurd. Dat doen. En toen kreeg ik, de vorige dag kreeg ik een mailtje van iemand die zeer gekwetst was. Oeps. Want hij was zelf homo. En had in de zaal gezeten. En hij vond de voorstelling leuk. Maar, schreef er heel nadrukkelijk bij, ik heb niks over homo's gehoord. Want het waren alleen maar verhalen over hetero mensen. En jij komt uit een klein conservatief dorpje. Maar er zijn meer mensen in de wereld dan alleen maar hetero. Ja. En toen dacht ik, maar wat is nou het probleem? Wat is nou het? Ja, dus en daar bedoel ik net van, het is nooit goed. Als ik een specifiek grap had gemaakt, en dan hadden ze van, ja, wij kennen niet maken grappen over ons, en dat is wel heel makkelijk. En nou zit er toevallig geen, en dan wordt het is nooit goed. En ik even nog lezen, ja, maar ik kan hier helemaal niks mee. Ingehuurd om. Het is hetzelfde als dat je een zanger inhuurt. En dan je vindt hem niet mooi. Nee. En dan zeggen van, ja, er zit een liedje over Frankrijk in. Ik hou heel erg van Frankrijk. Waarom zit een liedje van Frankrijk in? Wij zijn over een waardeloze set. Dus je weet, met publieke figuur. Soms moet je Moeilijk. Mensen vinden iets van je en dan moet je dan maar mee die. En ik doe het ermee. Ja, dat is het, hè? Je staat er boven, je doet het mee. Dus, ik sta er niet boven. Ik ga er wel degelijk op in. Kijk, ik mail ook netjes terug. Ja. Maar inhoudelijk kan ik daar niet heel veel mee. Natuurlijk. Raakt het jou dan als je zo'n mail krijgt? Nee, dat raakt me totaal niet. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Je staat er wat dat betreft boven dat het je niet zo raakt of van de wijze brengt. Nee, als ze schrijven van, ik ben bij de voorstelling geweest van het waardeloze, ik ga lekker met Tom praten. Ja, daar raakt me dan wel een beetje. Denk, ja. Maar ja, van de andere kant denk ik, ja, als je het niet leuk vindt, dan kom je er niet meer terug. Ja. Ik heb je niet verplicht om in de zaal te komen zitten. Hè? Nee. Dus ja, het is, ik word wel steeds. Hoe zou ik het zeggen, helderder in om daarmee om te gaan. Want je weet hoe meer je op de voorgrond treedt, hoe meer hoe hoger de boom, hoe meer wind het die vangt. Nou, dat is gewoon zo. Tot slot, heb je nog iets op je bucketlist staan? Wat zou je nog graag willen? Wat is één van je dingen waar je nog Dat heb ik echt serieus niet. Echt niet, Rob? Nee. Niks? Nee, geen ballonvaart, Himalaya over? Nee, ik ben amaterialistisch, als in dat ik jaloers ben op wat andere mensen hebben. Als ik echt een droom heb, dan verwezenlijk ik hem wel. Jee. Ja. Ik heb en ook dat ze zeggen, zou het wel een keer in Carré willen spelen. Ja, als dat gebeurt, dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar ik heb wat dat betreft, ik vind het zo fijn wat ik nou doe. En het is veel meer dan ik ooit gehoopt had. Ja. En ja, joh. Nee, ik heb serieus geen bucketlist. Als trainer van de voetbalvereniging echter, is het toch wel. Gaat het lukken met die club die je traint? Daar is Sterksel. Waar is aan het lukken? Kampioen, omdat we één wedstrijd gewonnen hebben afgelopen weekend. Dat is, nee, maar goed, de opgaande lijn is. De opgaande lijn is ingezet. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar ik heb dan nog wel iets voor de bucketlist. Dat ik uiteindelijk een team ga trainen, maar niet 's morgens om 8:45 al op het voetbalveld bestaan in Hees. Dat is dan wel, dat is wel een bucketlist. Jezus, was het vroeg vanmorgen. Ja, dat valt dat niet mee. Ja, nee. Dus ik ben een wat dat betreft een heel tevreden mens. Oké. Okay. Ja. Dat is volgens mij ook een kunst van het leven. Dat je tevreden bent met hetgeen wat je hebt en dat je ervan kan genieten. Als je gezond bent en je kan doen waar je plezier in hebt, dan ben je toch hartstikke rijk mens. Er is altijd iemand die cliché, beter heeft. Houd toch op, joh. Dan doen we er iets aan. Ja. Het dag niet uitgekafferd, uitgescholden voor de gek, gauw is het dag niet geleefd, zeggen ze. Ja. Ik vind het wel. Kijk, mensen die echt in de shit zitten, die echt problemen hebben, of het nou mentaal is of fysiek. Het is een andere situatie dan mensen die niet accepteren dat ze minder hebben dan de buurman. Of die niet bereikt hebben wat ze gedroomd hadden. Weet je, als je de kansen hebt en je kiest er moedwillig voor om afwachtend in het leven. Ja, dan roep je er ook over. Dus je moet ook over dingen durven. Je moet, stap zetten. Ja, ik begin. Daar is het eigenlijk weer. Je moet de stap zetten. Je moet risico's nemen. En je moet op je bek durven gaan. Ja, dat delen we wel. Dat heb ik ook altijd. Ik ga gewoon al beginnen. Maar een ander altijd denkt, moet je dat nou wat doen?
ben ik meestal onderweg. Ik ben nog nooit teruggefloten hier, Boris. Maar dat is wel leuk om... Zo ontwikkel je ook, zo groei je ook. Pas zo... als jij teruggefloten wordt, weet jij waar de grens ligt. Ja. En op het moment dat jij niet gaat, dan heb je dus nooit bekeken tot waar jij... Dat is echt waar, hoor. Ja. Dat is leuk. Dus ik heb voor die grein toen gezegd, ik ga het Philipsstadion vol spelen uit. Het kwam corona. Oh ja. En dat hebben we toen, toen mochten er 100 man in. Denk ik, nou is de kans. En uiteindelijk is het 150 geworden en 28 keer. Maar het is als schijntje begonnen. Ja, weet ik toch wel. Uiteindelijk hou je er niks aan over. Nee. Maar de stunt aan zich vond ik wel leuk. Ja, is ook hartstikke leuk. Hey, tot slot, welke plaat heb je een plaat waar we mee kunnen afsluiten? Oh. Waarvan je zegt, nou, als je dan toch een plaat draait... Nou, als je dan toch een plaat draait... Nou, weet je wat mijn lievelingsnummer is? Hebben jullie alles? Ik vertel, daar komt hij op. Nee, verschrikkelijk Volbeat. Okay. Nee, hou ik helemaal niet van. Okay. Maar dan komt het des van dat spierbal. Ja, dat gaan we de Ramstein. Dat is zo'n 4 minuten durende kettingzaag die door je box heen schalt. Ook lekker. Ik draai altijd hetzelfde nummer voordat ik het podium opstap in mijn kleedkamer. Ja, ik ben nog nooit bij aan mijn voorstelling geweest, dus ik weet dus helemaal niet. Oh, dat horen de mensen in de zaal sowieso niet. Dames en heren, dit is wat aan vooraf ging. Ja, ik draai altijd The Boxer Rebellion met Diamonds. En dat is Boxer. Ja, en dat draai ik altijd. Dat zet ik altijd. Ik moet meestal 5 minuten voordat de avond begint, voordat de voorstelling begint, moet ik richting het podium. Ja. En dan zet ik hem 10 minuten voor dat moment, voor de aanvang, zet ik die plaat op. En dan is hij ongeveer afgelopen als ik naar het podium ga. Maar wat heeft dat nummer dan dat is voor jou zo belangrijk? Dat nummer heb ik heel lang gezocht, omdat ik, dat was in de tijd dat Spotify nog niet bestond. Ja. Tenminste, dat ik er niet zo bedreven in was. Ja. En daar heb ik heel lang gezocht. En uiteindelijk had ik het gevonden. Dat ik, de nummer zat ergens. Ik kon het vaag iedere keer. Dan hoor ik het ergens in een supermarkt of zo op de achtergrond. En ja, weet ik niet, sommige nummers heb je die waarom weet ik daar niet, mee die dan. Altijd kunt horen. Die kan ik 20 keer achter elkaar aanzetten en morgen weer. Ja. Dus ja, sommige nummers vervelen nooit. Wat Rocky vroeger al bezwaar heeft, de Tiger, voordat hij de ring in ging stappen en ging trainen. Dit is mijn Survivor. Dit is jouw Survivor. Nou, dan gaan we die draaien. En dan wil ik jou bedanken voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik moet nog even hebben over die stichting. Ja, Thijs, dat is toch wel Thijs een is, verhaal. Thijs, een vriend van mij van vroeger nog. En die had leukemie. Mm. Heeft een stamceltransplantatie gehad. Dus dan word je echt tot het laatste vezeltje afgebroken en weer opgebouwd. En daar is hij wonderbaarlijk genoeg helemaal goed uitgekomen eigenlijk. Ja. Vervolgens kreeg je... Je hebt dan een soort afstootverschijnselen. En bij de meeste patiënten stopt dat proces op een gegeven moment. Dan valt er een... Je hebt altijd kans dat een orgaan beschadigd raakt. En bij hem stopt het niet. Dus de goede cellen blijven afgebroken worden. En dat is nu een proces wat onomkeerbaar is. En waar de artsen vorige week, heb ik gezegd, 1,5 week geleden. Het is klaar. Heftig. Hij is 46, 2 jonge kinderen. Daarom zei ik het net nog eventjes... Een enorme bonk positiviteit altijd. En dat frustreert me dan een jongen die zo graag wil. En die zoveel zo inspirerend is geweest. Niet helemaal eruit geplukt wordt. Ja. En hij heeft het zelf wereldkundig gemaakt. Hij was natuurlijk perschef van PSV. Dus hij wist ook wel hoe dat hij een boodschap naar buiten moest brengen. En mensen opgeroepen van, joh, aan mij is niks meer te doen. Maar het wordt stamceldonor of bloeddonor, dan kun je in ieder geval voor een ander nog van betekenis zijn. Er zijn er heel veel geworden uiteindelijk. Hè? Uiteindelijk is dat Matches en Sanquin, die zeggen, ja, dit is ongelooflijk. Dat hier hadden miljoenen aan wervingsacties gelden ingestoken moeten worden met hetzelfde effect. Ik geloof dat er over de 5000 donateurs zitten nu, donoren. En dat proces gaat maar door. En komende maandag hebben wij... ik had zelf een ideetje geopperd. En uiteindelijk is dat heel groot geworden. Maandag hebben we 3 uur... zitten wij live op ESPN met een grote show vanuit de verlenging... met allemaal grote namen die aanschuiven. En waarbij Thijs zelf ook nog zal aanschuiven. En zijn doel is nog de tijd die hij nog heeft. En dat kan weken zijn of maanden. Dat kan hij ook niet heel goed inschatten. Maar om in ieder geval niet geruisloos weg te gaan. Dus hij wil in ieder geval dat nog die weken die hij heeft nog inzetten... om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor stamceldonatie en bloeddonatie. Dus wat ongelooflijk alle knap. Alle kleine beetjes die we kunnen doen om daar nog, iets aan toevoegens voor te kunnen genereren... dat doe ik. Dus dan mag ik er hier nog even een melding van maken. Als mensen willen steunen, wat moeten ze dan doen? Matches. www.matches.com
En daar kun je gewoon je opgeven als stamceldonor. Dat is alles. En dan krijg je een oproep een keer als het nodig is. Of je moet, het is ook een ding van niks. Maar op het moment dat je dus ergens nodig bent en ze vinden ergens een match en je kunt er een leven mee redden, dan word je geacht in actie te komen. Ja. Ja. Zo ingewikkeld is het niet. Matches. Ja, je zei het net heel snel. Ik zei nee, even toelichten, maar ja. Matches. Goed, kijk er even op www.matches.nl en doe je ding, help mee. En ongelooflijk knap dat hij zichzelf zo wegcijfert en dan daarvoor gaat gewoon. Alles daarvoor geeft zelfs. Want dat, zo komt het wel over. Ja, want het vreet ook dit. Enerzijds zal het hem energie brengen, maar het vreet natuurlijk voor hem nu. Ik vind het oneerlijk. Ja. Allemaal. Ik draag een platform op. Draag ik op aan hem. En ik wil je bedanken voor je komst in de studio. En heel veel sterkte de komende tijd. En we spreken elkaar. Yes, dankjewel. Fijne dag nog. Jij ook. Bye.